Maar hier in de Ton gaan we uitnodigen een kletser die al voor de 8e keer hier meedoet aan de kletsavonden. En het is Twan van der Ven. In deze tijden is Twan natuurlijk druk bezet als lijsttrekker voor een nieuwe partij op te zetten. Hij is bezig met het maken van posters. Hij brengt huis aan huis bezoekjes. En natuurlijk is hij druk bezig met zijn verkiezingslijst te maken, waar hij zelf dan als lijsttrekker op nummer 1 zal staan. Voor je het weet is het weer verkiezingstijd hier in ons Dobbelbaarse dorp. Geef hem een applaus, Twan van der Ven. My fellow Baarzen en Baarzinnen, vrienden, partijgenoten, welkom op het eerste congres van de Partij voor de Dommelbaarzen. Wat zijn jullie blij dat ik hier ben? Want zo druk is het nog nooit geweest. De best bezochte avond ooit. Ooit. Als haringen in een ton. Fijn om hier te zijn in de gerechtshof. Nu het nog open is. Ik wilde dit pand eerst huren als campagnewinkel. Maar ik bleek achter het net te vissen. Nog 6 weken tot de verkiezingen. En ik doe mee met de partij voor de Dommelbaarzen. Ik maak het carnaval in Dommelbaarsdorp weer groots. Die politiek leiders die laten zich afleiden door amper onbelangrijke dingen zoals een verdiepspoor of betaalbare woningen. En de media houdt ons voor de gek met prachtige verslagen uit Oeteldonk. Fake news, mensen. Fake news. Ik richt me op zaken die echt belangrijk zijn. Ons Dommelbaarsdorp. En daarom zeg ik, Dommelbaarsdorp, eerst. Dommelbaarsdorp, eerst. En dan dreigen we nu ook nog ons Prinsenhof kwijt te raken. Ik heb hier al eerder vragen over gesteld aan Vincent om een beetje te horen van wat er aan de hand was. Maar hij zei, nee, nou bende aan het vissen. Een visrestaurant. Ons Prinsenhof, een visrestaurant. Daar kunnen toch geen baarzen uitnodigen? Dat is hetzelfde als een kudde koeien vragen op een feestje bij de slager. Maar ik zie een patroon. Ik zie een patroon. Want niet lang nadat Damazo naar Café van Berkel ging, werd het voorheen goedlopende café gesloten met carnaval. En nu zitten ze zo'n 3 jaar hier. En luiden ze het einde in van ons Prinsenhof. Is toch knap van het Schuttershof dat ze dat nog hebben overleefd. Dommelbaarsdorp, eerst. Met mij als wethouder van feest staat Dommelbaarsdorp op de eerste plaats. Ik haal onze banen terug. Geen carnavalskleding of spullen meer kopen bij Hoofs of de Kwast. Nee, bij Marines of dit of dat. Een echte Dommelbaars heeft geen bossenkleding aan zijn aars. Ik voer de dienstplicht in. Alle echte Dommelbaarzen die loten voor het lidmaatschap van de Raad van Elf. En met dienstplichtigen maken we die raad eindelijk weer eens compleet. Met alleen beroepskrachten lukt het niet. Ze zijn er niet voldoende en ze zitten er te lang. Ik bedoel, Anton Fuchs al zo'n 185 jaar. Ik ga een grote muur bouwen. En niemand bouwt betere muren dan ik. Geloof me,
Ik ga een grote, grote muur bouwen aan onze noordelijke grens. En ik zal ervoor zorgen dat Oeteldonk ervoor betaalt. En als die muur is betaald, dan investeer ik die extra inkomsten in ons carnaval. He? Meer roggebrood met zilt bij de intocht. Hogere vergoedingen voor bouwmaterialen voor de wagens. Een grotere prijzenpot voor de optocht. En meer gratis bier voor echte baarzen. Maar niet te vroeg juichen, want je hebt het pas binnen als je het kan pinnen. Doe met mij mee en kies Domme Buizendorp. Dankjewel. Uw applaus voor Ton van der Ven. En laten we het nog één keer zeggen. Domme Buizendorp.